voor wat bekende gezichten onder ons. Dit is natuurlijk de opvolging van de Brugdialoog. En als we door hadden geteld, was het editie 27. Maar nieuw jasje, nieuwe naam, infradialoog. Maar we gaan wel ongeveer hetzelfde doen. Ik ben Pepijn Nicolas van You Facilitate. En ik ben het pratend hoofd dat deze sessie aan elkaar praat. En naast mij zien jullie mijn collega Elik Bargay. En die regelt alle techniek achter de schermen. En als je problemen hebt met de techniek, dan kun je hem even een berichtje sturen en dan helpt hij je verder. En ik ga nu eventjes eerst mijn scherm delen, omdat er mensen zijn die de audio nog niet op orde hebben, zie ik. En daar kan ik natuurlijk niet tegen vertellen wat ze moeten doen. Maar ik kan het ze wel even laten zien. Dan kunnen ze in de chat zichzelf verder helpen. Nou, dat is als het goed is wel gezien. Tja, eerste editie van de infradialogen. Goed gesprek met elkaar. En ik zou graag Anita Baas willen uitnodigen. Nu van de TU Delft, maar hiervoor, nou ja, wat eigenlijk allemaal niet. Vertel het zelf, maar leg even uit, hè, want jij bent een van de initiatiefnemers van de infradialogen. Waarom doen we dit? Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Waarom we dit doen is het volgende. Wij zijn een aantal jaren geleden, ik denk ongeveer 2,5, 3 jaar geleden, ooit begonnen met een groep bestuurders in de infrasector om de koppen bij elkaar te steken hoe de grote transitieopgave, de verduurzaming van onze infra te bespreken. Zo van ja, hoe doen we dat nou? En al gauw kwam natuurlijk het besef van alleen bestuurders is niet genoeg. Dus we moeten ook kijken naar professionals in de sector en young professionals. We zijn in coronatijd destijds gestart met de brugdialogen en hebben gemeend elke keer een ander thema te moeten bespreken, zodat we ja, onderling kennis en ervaring uitwisselen en zo met elkaar de schouders eronder kunnen zetten. Ja, een hele essentie van de brugdialogen is vooral met elkaar in gesprek gaan. En de formule is al 26 edities ongewijzigd. We beginnen met in dit geval twee inspiratoren. Die gaan ons allebei een prikkelende stelling meegeven of een vraagstuk of een vraag meegeven over procurement. Wat dat is en wat ze ermee doen, dat gaan ze ons wel uitleggen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek in kleinere groepen, zodat je echt een goed gesprek kunt hebben. Daar is ongeveer 40 minuten tijd voor, half uurtje 40 minuten. En daarna komen we met z'n allen hier weer terug om een slotgesprek te voeren, waarbij we ook nog vragen kunnen stellen aan de inleiders. En uiterlijk om 8:15 is deze bijeenkomst weer ten einde. En dan kunnen we weer een maand gaan werken aan de toekomst van de Nederlandse infra, voordat we de volgende infradialoog weer gaan voeren. Ik ga even mijn scherm delen, want we hebben even nodig dat iedereen een code voor zijn naam zet. Want mijn collega Elik gaat breakout rooms inrichten. En het is leuk als die een beetje gemengd zijn. Maar hij weet natuurlijk niet aan jullie naam van wat voor soort je bent. En mijn vraag is: wil je een nummer voor je naam zetten? Een 1 als je aan opdrachtgeverszijde werkt. Een 2 als je aan opdrachtnemers- of de marktzijde werkt. Een 3 voor je naam als je van een kennisinstelling bent of een adviseur. En een 4 voor overig. Nou, hoe doe je dat voor mensen met een laptop of PC? Die zien zichzelf, als het goed is, nu rechts in beeld. En als je met je muis over je eigen beeldenis heen gaat, zie je 3 puntjes in de rechterbovenhoek van je eigen foto. En als je daarop klikt, dan zie je de optie rename en dan kan je een cijfer voor je naam toevoegen. Voor mensen met een telefoon of met een iPad, zoek de knop deelnemers. Daar zie je je eigen naam. En als je daarop klikt, kun je met naam wijzigen. Ook een cijfer toevoegen voor je naam. Als dat allemaal niet lukt, zet dan gewoon een cijfer in de app, in de chat, en dan zal mijn collega Elik die zal zorgen dat dat cijfer voor je naam terechtkomt. Nou, als we dat voor elkaar hebben, kunnen we wat mij betreft gewoon meteen beginnen met de inhoud. We hebben twee sprekers voor jullie uitgenodigd. We gaan ze allebei even erbij halen in de spotlight. Daar zijn we dan met z'n drieën. Martijn van den Berg en Jeroen van der Sloot. En ook in die volgorde gaan jullie ons wat vertellen. Nou, het leuke van de infradialogen is dat je als spreker je eigen inleiding mag schrijven, hè? Dus die hebben jullie mij ook allebei gestuurd. En Martijn, de aftrap is voor jou. Je krijgt zo direct 4 minuten. En voor de rest,
Martijn van den Berg is directeur transport en infrastructure bij WSP, een wereldwijd opererend ingenieursbureau van ongeveer 70.000 medewerkers. Zijn actief in de infra, de water, de gebouwen, milieu en energiesector. En na ongeveer 20 jaar omzwerving in allerlei buitenlanden is Martijn sinds 2022 weer in Nederland. En nou, hij zegt er zelf over, inmiddels weer bekend met onze voorkeur voor polderen, voor fietsen en ook weer bekend met af en toe vergeten in wat voor prachtig land we wonen. Martijn Procurement, de vloer is 4 minuten aan jou om ons te inspireren met je verhaal. Ga je gang. Ja, dankjewel Pepijn. Ik weet niet hoeveel mensen in de call zitten die al iets eerder iets van Procurement hebben meegekregen, maar toch even om de boel in te leiden. Het oorspronkelijke gedachtegoed ontstond tijdens de Infra Vijfdaagse op Terschelling vorig jaar mei. Toen heeft een groep van 80 bestuurders zich opgesplitst in diverse initiatieven. 8 mensen daarvan hebben toen het Procurement groepje gevormd met de gedachte: er moet heel veel gebeuren in de Nederlandse infrasector. We hebben al zo weinig mensen in het tenderen op projecten kost daarbij een onevenredige hoeveelheid tijd en dus geld. Zetten we nu wel op de juiste manier al die schaarse middelen in om de echte vraag te beantwoorden? Heel simpel, een kans van 1 op 3, 1 op 4 om een tender te winnen. Dus iedereen die aan een tender werkt zit eigenlijk 75% van zijn tijd, ik zal niet zeggen nutteloos werk te doen, maar het zou ook anders kunnen. Daar zijn we over gaan debatteren. Nooit die illusie, nou misschien 5 minuten die illusie gehad om te zeggen, we gaan het helemaal anders doen en we komen met een nieuwe manier van aanbesteden, een bouwteam 2.0, 3.0. Maar toen ook snel gezegd, ja jongens, dat gaan we gewoon niet doen. Want dat is veel te complex. Wat gaan we dan wel doen met het groepje? En dat was eigenlijk dit thema voortdurend agenderen, daar voortdurend over doorpraten, om ideeën uit te kunnen wisselen, om voorbeelden aan te dragen hoe het ook kan. Op een wat langere termijn, maar daar zijn we nog niet, zijn we ook aan het denken of dit niet een platform moet worden, wat gewoon faciliteert voor iedereen die hier ideeën over heeft en allerlei andere initiatieven om ze bij elkaar te brengen, zodat we niet steeds het wiel uitvinden. En waar heeft dat voorlopig toe geleid? We hebben een artikel geschreven voor de Cobouw, gewoon om de discussie weer wat gaande te krijgen. We hebben onder andere meegedacht met een initiatief van een van de ingenieursbureaus over programmatisch samenwerken. In juni hebben we een middag georganiseerd bij ProRail, waarbij mensen konden pitchen, nieuwe manieren van aanbesteden, innovatieve manieren van aanbesteden. Allemaal erg leerzaam, succesvol. De conclusie was alleen, we waren het wel allemaal heel erg met elkaar eens. We hoorden dus weinig tegengeluid. De volgende gedachte van Procurement, en dat is nog in een wat vroeg stadium, maar is om eens een keer een omgekeerde marktdag te organiseren. Marktdagen worden normaal door opdrachtgevers georganiseerd. En dan wordt er informatie opgehaald van, goh, hoe denken jullie dat wij dit in de markt zouden moeten zetten? We willen dat eens een beetje omdraaien en we willen eens kijken of we van opdrachtgevers zijde wat meer inzicht kunnen krijgen in waarom bepaalde dingen bijvoorbeeld niet kunnen of waarom dat lastig is. Om op die manier ook wat wederzijds begrip te krijgen. Dus wat ik jullie wil meegeven ook voor de breakout sessie is, hoe kijken jullie daarnaar? Hebben jullie daar ideeën over? Vinden jullie dat een goed idee? Vinden jullie dat nutteloos? Alles wat je verder nog aan wil dragen bij wat ik zojuist verteld heb. Dus dat is het even, Pepijn. Ik weet niet of het 4 minuten was, maar hier laat ik het even bij. Het is schitterend binnen de tijd. Kleine aanvulling. Ik was bij die Infra Vijfdaagse en voor mij was een heel erg een soort, wat voor mij heel beeldend was, is dat een van de mensen uit jouw groep zei, wij schuiven eigenlijk ieder jaar een soort een volle kuip aan mensuren de Noordzee in.
in zeg maar verloren tenders. Hè? Dus werk wat gedaan is, wat eigenlijk niet op een of andere manier rendeert. En ik dacht, ja, dat is toch wel zonde als we dat met z'n allen doen. Dankjewel voor je introductie. Dan gaan we verder met Jeroen van der Sloot. En het leuke is, je ziet al, hij zit in de auto. Hij staat ergens in Castricum geparkeerd volgens mij op weg naar een afspraak. Dus jij was al echt vroeg op stap en je hebt eventjes voor ons speciaal de auto aan de kant gezet. Je rijdt zo direct ook door om dan om 9 uur voor het napraten weer ergens aan de kant te staan. Hè? Super is dat. Jeroen van der Sloot is werkzaam bij de provincie Flevoland als manager van de afdeling infrastructuur. Dus verantwoordelijk voor alle provinciale assets als wegen, vaarwegen, kunstwerken, een haven, bruggen, sluizen. En hij startte zijn loopbaan in de wereld van de ICT. En vooral eigenlijk aan de datakant, waarbij dus data ook vaak de sleutel was voor het maken van beleidsafwegingen en het nemen van besluiten. Nou, die digitale wereld heeft hij inmiddels al een paar jaar verruild voor de infra, hè, met beide voeten in de infra geland. Je werkt met plezier en passie daaraan voor een tastbare, mooie, fysieke wereld van de infrastructuur. En de veiligheid en de betrouwbaarheid daarvan, daar verzet je je in. En jouw slotzin is eigenlijk dat je ook ziet dat ook daar slimme technologie en data een steeds prominentere rol krijgt. Jeroen, de vloer is 4 minuten aan jou. Nou, dankjewel. Martijn heeft natuurlijk al mooi geïntroduceerd rondom procurement. Ik wil daar nog een stapje verder gaan. Niet zozeer over het initiatief procurement, maar meer de wijze waarop wij kijken als opdrachtgever naar partijen zoals Martijn. Want we kunnen natuurlijk heel erg met elkaar praten. We willen dingen anders doen. Dus ik ga even lekker prikkelen. We kunnen met allerlei andere type aanbestedingen en initiatieven gaan werken. Maar dat leidt eigenlijk alleen maar gewoon tot gedoe, tot faalkosten. En die traditionele manier van contracteren, ja, dat werkt. Laat de markt elkaar maar beconcurreren. Want ja, die prijzen die gaan immers zo hard omhoog. De belastingbetaler accepteert dat niet. De politiek accepteert dat niet. Dus die prijzen mogen wel weer omlaag. Gaan we nog wat verder kijken. UWV-GC-contracten. Ja, die aannemer die schiet met VTW's. Functioneel beschrijven, we proberen het. Maar ze pakken alle ruimte. We krijgen niet wat we willen. We zijn meer met rechtszaken bezig dan nog met het realiseren van tastbaar fysiek werk in onze infrawereld. Een bouwteam, nou ja, dat kun je beter een urenfabriek noemen. Ze weten alles onnodig complex te maken, zijn niet gebaat bij korte doorlooptijd en iedere keer proberen ze het wiel opnieuw uit te vinden. Gebiedscontracten, nog zo'n mooi voorbeeld. Ja, ik noem het maar meerdere kapiteins op een schip. Een wisselend beeld van onderhoud en ieder gebied ziet er weer net wat anders uit. Het is gewoon maar lekker die traditionele contracten. Wij weten wel wat we willen. En huren een ingenieursbureau in. En die hebben het ontzettend druk. De helft van de tijd zit er een stagiair op. 6, 7 projecten tegelijk. En dan gaan we ook nog de fouten moeten we eruit halen. Maar ja, ligt het nou eigenlijk allemaal wel aan die markt? Hè? Want die markt die doet het dus allemaal niet zo goed. Want is het altijd eenheidsworst? Zijn wij eigenlijk als opdrachtgever wel in staat om ook na te blijven denken, om ook gebruik te maken van clubs als die van Martijn en die creativiteit eruit te halen. Waarom zitten we nog steeds in op de laagste prijs? En zijn we wel realistisch, hè, als we het hebben over MKI en de eisen die we stellen? We zijn van duurzaamheid, we willen strategische partnerships aan. Ja, en vaak komen we ook niet verder dan een contract van 2 jaar die ik na 1 jaar alweer kan ontbinden. Dus ja, kan ik dan verwachten dat die markt het anders doet en dat die aannemer lekker volledig gaat elektrificeren? En onze contracten, zijn die nou te groot of zijn ze te klein? En moeten we alles wel bij één partij leggen? Want die taart die is natuurlijk groot genoeg. En wat Martijn natuurlijk ook al aangeeft, ja, soms hebben we nog wat last van de wet, hè, hoe we die taart op een slimme manier kunnen verdelen. Want het hoogopgeleid personeel, ja, ik heb het steeds minder, de markt heeft het steeds minder. Dus kunnen we elkaar daar wel op beconcurreren? En ik kom zelf wat Pepijn al aangaf uit de IT-wereld. Ja, daar probeerden we toch wel te werken met positieve prikkels. Want moet ik nou mijn opdrachtnemer uitkleden met boetebedingen? Verwacht ik dan dat hij op een goede manier voor mij gaat werken? Men zegt ook wel eens, when you pay monkeys, pay peanuts, you get monkeys. Kortom, verwachten we nu eigenlijk wel met die laagste prijs te kopen? En hebben wij over een aantal jaar nog wel voldoende kennis in huis? Want nu denken we het allemaal nog zelf te kunnen doen. Ook ik heb een eigen ingenieursbureau. En dat zijn een paar mensen die dat dan doen. Maar die gaan ook met pensioen. En daar zit heel veel kennis. En de jonge mensen kan ik ook niet meer vinden. Dus is het nou ik? Is het wij? Is het zij? Of is het samen? Dus in alle eerlijkheid, ligt het nou aan het contract, de aanbestedingsvorm, een initiatief als procurement? Of is het nu echt tijd voor een paradigma shift? Nou, dat is in ieder geval wat ik
aan jullie mee wil geven om over na te denken. Interessant, dankjewel. Als ik iets geleerd heb uit de afgelopen 2 jaar, hè, en ook de gesprekken op die Infra Vijfdaagse, waar alle geledingen zeg maar samen waren, is dat we dat de afgelopen 20 jaar die wereld van aanbestedingen eigenlijk steeds juridischer is geworden en minder ingenieurs. En voor mij was het heel interessant, in een van de vorige bijeenkomsten was een Nederlander die in Zweden werkte. En het gesprek ging heel erg over het afwentelen van risico's en hoe je dat in contracten allemaal stopt en de strijd die daarom gaande is. En die zei gewoon dodelijk, ik geloof eigenlijk dat wij dat niet doen. Waarop al die Nederlanders dachten, dat kan niet, hoe doen jullie dat dan? Ja, zei die, weet ik eigenlijk niet precies. Ja, als er een vraagstuk ligt, dan zetten we eigenlijk, we schuiven de ingenieurs naar voren en die verzinnen een oplossing. En je zag gewoon aan de Nederlanders die dachten, hoe kan dat? Dat kan niet, dat kan niet. Dus we zitten blijkbaar ook met z'n allen in een wereld die er misschien wel niet per se zou hoeven zijn. Laat ik het zo zeggen, in Zweden zitten ze in een andere wereld. Als ik iets geleerd heb, is het dat vertrouwen daarvoor noodzakelijk is. En als er iets is wat vertrouwen wekt, is het met elkaar in gesprek gaan, elkaar leren kennen, elkaars perspectief leren begrijpen. Dus dat gaan we doen.